Ik ben Harold Dunning, hoofdontwerper van De Correspondent. Met onze ontwerpstudio Momkai zijn we medeoprichter van De Correspondent. We zijn vanaf het begin betrokken omdat ik geloof in journalistieke innovatie. Ik vind het belangrijk dat verhalen die het verdienen om gelezen te worden, dat die een podium krijgen wat daarbij past. In het afgelopen jaar hebben we een platform ontwikkeld die de leden en hun voorkeuren echt serieus neemt. Een platform die het werkelijk mogelijk maakt dat er een conversatie ontstaat tussen journalisten en hun publiek. En dat jullie hier ook in geloven blijkt wel. Dankzij 19.000 pioniers is onze campagne van vorig jaar nog steeds een wereldrecord in journalistieke crowdfunding. Er zijn al meer dan 1500 publicaties verschenen. Onze meer dan 30.000 leden hebben al 60.000 bijdragen geleverd. Naast dit platform hebben we ook een publicatiesysteem ontwikkeld, genaamd Respondents. En dit is een systeem voor correspondenten, zodat zij hun verhalen helemaal naar eigen inzicht kunnen schrijven, opmaken en publiceren. Er komt eigenlijk helemaal niemand meer van design of development tussen. Zo hebben zij eigenlijk hun eigen digitale drukpers. Omdat we mee ondernemen, blijven we altijd betrokken. Journalisten, designers en developers werken continu aan verbeteringen. In zo'n eerste jaar is dat vooral veel onder de motorkap. Maar we zijn ook bezig met functionaliteiten die we net als jullie al heel lang wensen. Zoals een zoekfunctie, nieuwe leesinstellingen en verbeterde opties voor beeld. Denk bijvoorbeeld aan de grafische verhalen van de nieuwe gastcorrespondent Hanko Kolk. Een favoriet uit mijn jeugd en ik ben heel blij dat wij technisch zo kunnen ontwikkelen dat zijn grafische verhalen ook op mobiel goed te lezen zijn. Komend jaar willen we hard gaan werken aan een vernieuwde menustructuur, verbeterde profielen, meer interactie, rijkere verhalen en natuurlijk dossiers. Zodat leden, correspondenten en hun verhalen steeds meer het podium op maat krijgen dat zij verdienen.